dat is de helft van de lol, hè, de voorbereiding. Ik heb ze gespot. Maar ze zitten net achter de boerderij. En dan heb je zo'n verhard pad waar die koeien lopen. En dan begint gelijk aan de mais. Dus deze met zo'n pin krijg ik nooit de grond in. Dus ik neem degene mee. Zeg maar met de voetjes neem ik mee. En ik ga kijken of ik dit een beetje kan fabrieken. Want die zet ik dan in de kant van de mais. Dat gaat wel zo, hè. Dus ik moet eventjes... even bevestigen, hè. Ja, het is van een verfroller, maar het maakt niet uit, hè. Het gaat erom dat het gloeiend heet wordt. En dan kan ik even een gaatje smelten in dat plastic. Dan kan die pin erin en dan staat hij mooi stevig en kan hij toch een heel klein beetje licht bewegen op de wind. Dus dan denk ik dat het optimaal is. Kijk, dat is toch leuk? Nou, die nog heb ik twee op een paaltje. Ik weet niet dom gedaan. Nou, dit gaat dus mee. Ik leg het in de auto. Mijn rietschermen zijn ook weer geüpdate. Ik heb die toppen van mais heb ik toegevoegd en erin gevlochten. Dus ik ben er klaar voor. Tot morgenochtend. De HVK nog. Ja, dat is een lok. Dat is een lokker. Nou ja. Nou ja, hij gaat met een plastic lokker. Die houdt hij gewoon in zijn klauwen. Ja, ik vind het geestig hoor, daar gaat het niet om. Maar ik ben gewoon verbaasd dat hij niet meteen bij het eerste contact denkt, oh, foute boel. Maar hij heeft hem 4-5 meter versleept. Die havik die ruimt wat op hoor, het zijn prachtige vogels. Maar als je nog een patrijsje hebt en als je nog een paar verzanten hebt en er komt zo'n havik op bezoek, nou, berg je dan maar. Ja, en de natuur kan heel duidelijk zijn daarin. Ik ga mijn lokker over een end zetten.
Ja, dan denk ik, had ik nou maar die camera op mijn kop gezet, hè, dan had u het ook mooi gezien in close-up. Maar ja, nu die verre camera's en dan zo laag, het was een grote havik. En een dame was het. Maar die komen zo laag en stiekem aanvliegen, want ze weten ook wel dat ze geen silhouet moeten maken. Maar ja, dat is voor de camera ook lastig. Dat was de eerste, een kou. Kijk, daar heb je nog bij nodig, hè? In de mais en een end ver in de mais. Ja, weet u. Eigenlijk is mijn ochtend al geslaagd, hè? En nou van zijn vier kouwen en dan die dikke havik voor mijn neus, weet je, en dan zo'n mooi zonnetje. Ik ga er niet weg hoor, want ik ben er nog maar net 25 minuten, maar de rest is bonus. Apport. Ja, je hebt echt een hond nodig hoor. Braaf, daar is hij al. Braaf hoor. Goed zo. Braaf. Goed zo, braaf hoor.
je? Ik wou net komen zeggen, verdorie, schiet je alles raak en dan mis je die dikke kraai. Maar ja, dit is dan toch wel weer een bonus, want dit was toch een mooi schot op die nijl. Dan kom goed uit, want ik heb weer iemand die ganzen vlerken wil. En deze twee nijlen gaan naar de roofvogels. Weet je, dat vind ik een goede bestemming. Hebben die ook eens een keer een leuke bout. Nou, ja, prachtig. Dat was Pieter net. Die zei de koeien komen eraan. Dus nou ja, dan gaan we afsluiten. Prachtige ochtend. Ik denk 20 kouwen en 2 nuilganzen. Dus ja, die ene kraai gemist. Maar ja, so be it, zeggen ze dan. Hartstikke mooie ochtend. Volgende week weer. Wanneer komt het volgende filmpje? Ja, misschien over 3 dagen. Maar het kan ook over 3 weken zijn. Hè? IJzersmeden als het heet is en het weer moet een beetje meewerken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.